Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en vandaag heb ik voor jullie een hele leuke vlog. Ik dacht, ik ga jullie weer eens gewoon gezellig meenemen. Het is vandaag vrijdag 15 oktober en het is alweer 3:50. Ja, ik begin de vlog mega laat, maar ik heb echt al van alles gedaan. Ik zal het even snel uitleggen. Ik had vanochtend les in Bokstel, Sint-Lucas op Bokstel. Omdat ik het keuzedeel ondernemerschap volg en het keuzedeel wordt lesgegeven in Bokstel. Dus moest ik vandaag naar Bokstel. Normaal gaan Dion en ik eigenlijk altijd met openbaar vervoer, maar we dachten we gaan gewoon een keer met de auto. Maar dat is ook gelijk de laatste keer dat we met de auto gaan, want op vrijdag in de auto zo'n lange stuk rijden. We moesten echt 70 kilometer heen, 70 kilometer terug rijden naar school. Dus dat is best wel lang. En dan kun je gewoon veel beter gewoon gaan met openbaar vervoer. Ook gewoon met benzine en zo. Dus de volgende keer gaan we gewoon lekker met openbaar vervoer. Want het is mega druk vandaag op de weg. Ik weet niet wat er is. Ja, vakantie ook en zo. Maar super druk in ieder geval. En ik kom nu terug van Dion afzetten bij hem thuis. En ja, ik ga vandaag lekker voor jullie vloggen. Ik heb dus een beetje op school gefilmd, maar ik had dus gewoon mijn ondernemerschaples. We moesten gewoon werken aan het project waar we nu mee bezig zijn. En we hadden een gastles over administratie en dat soort dingen. Heel interessant, van een hele leuke gastspreker. Dus dat was wel heel erg leuk. Kan ik natuurlijk zelf ook heel veel van leren voor mijn eigen bedrijfje. Dus dat was wel heel erg leuk. Mijn kamer is één grote bende en ik zelf ben ook echt... Oh, ik ben helemaal kapot van al het rijden. Het was echt heel erg druk vandaag. Maar ik heb vandaag nog een superleuke planning. Ik ga namelijk vandaag supergezellig met Eline, mijn beste vriendin, naar Eindhoven gaan we lekker naar de bioscoop. Ik wilde zeggen shoppen, maar we gaan naar de bioscoop. We gaan naar de film After We... Fell... Denk ik dat het is. Maar daarvoor ga ik me nu even klaarmaken. Ik heb ook weer een superleuk pakketje van Chiquelle. Dat ik zo eventjes aan jullie ga laten zien. Maar ik ga me eerst even helemaal klaarmaken. Ik ga even douchen. Ik heb mijn haar gisteren gewassen. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel gewoon heel even mijn gezicht wassen. Mijn make-up opnieuw doen. Even een andere outfit aantrekken. Dus me gewoon eventjes wel een beetje ready maken. Dus dat ga ik even doen. Want ik voel me gewoon even vies. Dus ik ga even douchen. Mijn lichaam. En me even verder klaarmaken. Dus let's go. Ik heb ook even snel mijn kamer opgeruimd. Het was echt even nodig. Dus ik heb mijn bed opgemaakt. Mijn bureau is weer helemaal opgeruimd. En ik heb verder ook even snel gestofzuigd. Ik wilde eigenlijk ook alles weer even afdoen en zo. Maar daar heb ik gewoon echt geen tijd voor. Want het is ondertussen alweer 4:15. En ik moet iets voor 4:30 aan gaan rijden. Dus ja, ik ga heel even uitzoeken wat ik aan wil doen. Want dat weet ik nog niet. Ik weet ook niet wat voor weer het is. Want nu schijnt de zon. Dus ik weet het gewoon even niet. Ik vind het echt heel lastig. Maar ik denk wel dat ik voor een trui ga. En dan gewoon met een jas. I guess. Ja, wel een trui en dan gewoon met een jas. Want dat vind ik in de bioscoop ook wel fijn. Want ze hebben daar meestal best wel erg ventilatie. Dus ik doe gewoon lekker even een trui aan. Die ga ik even uitzoeken. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij dat ik dat even heb gedaan. En ik ga nu weer eventjes uitzoeken wat ik aan wil gaan doen. En daarna ga ik mijn make-up en mijn haar even fixen. Dus let's go. Oké, het is deze hele leuke trui geworden van Alex de Label met Kinda Classy. Vind ik super leuk, dus die heb ik lekker aangedaan. Nu ga ik even wat fixen aan dit gezicht, want dat mag ook gebeuren. Ik begin altijd met Fix Plus Spray. Ik heb helemaal niet verteld, maar de film begint om 6 uur in Eindhoven dus. En we hebben die relaxed scenes, dus ik ben echt super benieuwd hoe die zijn. Ik weet ook echt niet wat ik kan voorstellen.
Dus die hebben we. Of dat was het enige wat we konden kiezen. Want dat was gewoon zeg maar zo'n zaal. De film duurt van 6 tot 8. We gaan van tevoren niet eten. Dus ik denk dat ik hier dadelijk even nog snel wat eet of zo. Moet even kijken hoeveel tijd ik heb. En anders pak ik gewoon lekker veel snacks. Ik denk dat we misschien daarna nog naar de McDonald's gaan of zo. Maar dat zullen we nog wel zien. Ik ga nu heel even snel mijn make-up doen. Dus let's go. Guys, ik heb mijn make-up gedaan en nu is mijn stelter aan het opwarmen. Ik zie dat hij nu net warm is. En ik ga mijn haar even stylen, gewoon even snel er doorheen. Ik heb echt trouwens al zo lang mijn haar niet meer gesteld. Echt, ik krul tegenwoordig best wel vaak. Guys, ik heb me klaargemaakt. Ik zit even voor mijn raam, omdat hier het licht nu gewoon het beste is. De achtergrond is wel een beetje donker, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Ik heb dus weer een super leuk pakketje binnengekregen van Chiquelle. En ik ga deze samen met jullie uitpakken. Ik heb wel alle dingen eruit gehaald, omdat ik ook wel dingen heb gedragen. Dus ik kon niet wachten, maar ik ga het jullie nu laten zien. En ik heb natuurlijk ook weer voor jullie een kortingscode. Met de code ZENNE20 krijg je zoals gewoonlijk weer 20% korting op alles behalve sale en beauty. En de code is ook maar 5 dagen geldig nadat ik deze video heb geüpload. Dus vanaf mijn uploaddatum, de 16e, zaterdag 16 oktober, hebben jullie 5 dagen de tijd om dus te shoppen met mijn kortingscode. Maar ik ga jullie nu de items laten zien, want ik ben super blij. En ik heb ook nog een aantal items niet gezien. Dus laten we gaan beginnen. Oké, we gaan beginnen met het allereerste item wat ik er al uit heb gehaald. Wat ik uiteindelijk niet heb gedragen. Maar het is weer een super leuke trui. In mijn vorige Chiquelle showlog heb ik deze ook al ontvangen. Maar dan in het wit. En nu dus in het zwart. En die witte draag ik echt super vaak. Gewoon super lekker thuis om in te chillen. Dat staat dus op Malibu. Met zwarte letters en witte omlijning. Een beetje vervaagd en stoer. En het is verder gewoon een zwarte crewneck. Ik vind hem er zelf super mooi uitzien. En ik heb deze gewoon in een maatje XS. En deze trui van Chiquelle vind ik echt super chill zitten. Echt een aanrader deze. En over trui gesproken, ik heb er nog één. Dit is ook echt een van de bestsellers nu van Chiquelle volgens mij. Ik zie hem super vaak voorbij komen. Dat staat super leuk op Monaco French Riviera. En dan een super leuke boot. En ik vind hem zo leuk. Het stof is ook een beetje gemêleerd. En de tekst is groen. Ik hou van groen. Groen is ook super in nu natuurlijk. En deze heb ik wel een keer gedragen. Ik heb deze ook in een maatje XS. Ja. En deze vind ik echt super chill. Heel erg lekker warm. Echt weer zo'n lekkere chill trui. Maar ook gewoon voor school is die super leuk. Met gewoon een leuke spijkerbroek. En dan gaan we nu door naar de items die ik nog niet heb uitgepakt. Als eerste een zwart item. Ik ben echt super benieuwd. Oeh, heel leuk is deze. En dat is dit topje. Je kunt het misschien niet heel erg goed zien. Maar het is dus wel een wat korter topje. Misschien niet per se voor nu met het weer. Maar met een blazer erover denk ik wel dat die heel erg leuk is. Zo kunnen jullie het stofje een beetje zien. Het heeft ook een van die pofmouwtjes. En verder is het dus gewoon een wat korter topje. Maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk. En dit topje heb ik in een maatje 36. En dan gaan we alweer door naar het allerlaatste item. Ik ben echt super benieuwd. Weer een lekker zwart item. Ik hou van zwart, zoals de meeste van jullie wel weten. Oeh. Oh, deze is mooi. Het volgende item is dus weer een zwart blouseachtig iets. Deze is wel iets meer geschikt voor nu, denk ik zelf. Kijk, zo kunnen jullie het wel zien. Hij heeft een vierkantige hals. Hij loopt verder een beetje, ja, zo geroest op of zo. Het zit een beetje allemaal samengetrokken. En verder zien de mouwen er zo uit. Ook een beetje wat wijder, maar hier weer wat strakker. Hier zit ook gewoon een soort gat. Dus het is wel echt een beetje een blouse stofje. En deze vind ik super mooi eruit zien. En de achterkant is gewoon normaal. Niet dat die nog open is of zo.
Dus gewoon nog een hele normale achterkant. Echt heel erg leuk vind ik deze. En deze heb ik ook in een maatje XS. Ik ben super blij met mijn items. Het zijn twee super leuke topjes en twee heerlijke truien. Ga ik super veel dragen. Dus vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Als je benieuwd bent naar een van deze items. Linkjes staan dus hieronder in de beschrijving met ook nog een keer mijn maten. Zodat je dan nog eventjes kunt terugkijken. Maar ik ben super blij met deze items. Dus vergeet niet de kortingscode te gebruiken. Oké, guys. Dan ga ik nu eventjes snel mijn tas inpakken. Ik ga deze tas meenemen. Hij komt van Calvin Klein. Ik vind deze super mooi, want die heeft zo'n leuke backstrap. Deze komt van mijn moeder, hoor. Ik heb deze niet zelf, maar mijn zusje en ik had hem altijd van haar. Dus ik hoop dat ik hem mee mag nemen, maar ik denk het wel. Ik ga snel even laten zien wat ik er allemaal in doe. En ik ga beginnen met mijn portemonnee. En ik moet ook mijn OV meenemen, want ik ga Eline dadelijk ophalen met de auto. En vanuit daar gaan we naar het station. Ja, zodat we wel gewoon lekker met de auto kunnen. Want heel eerlijk, de auto is natuurlijk gewoon het chillste. Dus mijn portemonnee gaat mee. En dan, dan moet ik eigenlijk wel nog even losgeld in doen. Zo, ik heb ook even wat losgeld meegenomen. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Dan mijn mondkapje, want dan moet natuurlijk nog gewoon in de trein. Kauwgom, hand sanitizer. Van die zakdoekjes, parfummetje en mijn scrunchie. Even die haren eruit doen. En dan natuurlijk mijn telefoon en de autosleutels. En verder is dat alles wat ik meeneem, ook niet heel veel. Dit is de deo en de parfum die ik nu even opdoe. Fa Luxurious Moments en Ariana Grande. Sweet Like Candy, denk ik. Echt een van mijn favoriete parfums. Ik hou al van deze geur. Echt super zoet. Dus daar moet je echt van houden. Het is echt te zoet ook. Vooral voor in de zomer. Dan komen gewoon de wespen op je af. Maar ja, ik vind hem al heel erg lekker. Oh. Ja, parfummetje. En dat is alles. Ik ga nu even mijn jas pakken en wat te eten en te drinken. En dan ga ik gewoon onderweg al naar Eline. En ik heb er super veel zin in, dus let's go.